In deze tweede vraag maar raak. Iemand die in 1989 zijn muzikale carrière begon. Hij ging solo verder in 86 en nam in 93 zijn eerste cd's Jongensbloed op. Daarna nog eens 14 albums, waaronder 3 singles in de Nederlandse top 40. Een dvd van het optreden De Vlindende Hollander. En het 15e album The Lights in the Phoenix, die 12 maanden geleden uitkwam is. In 2017 met 8 nummers in de Friske top 100, zoals Het Paard Waar Waarom, Oerlethuis en natuurlijk De Leeuwarden Blues. Dan hebben we het over Peter Wilkes. Peter, leuk dat je er bent. Ja, nou, aardig dat je nu vrij geweest. Nou ja, ik denk niet meer even na. Nou, altijd leuk. En natuurlijk zeker het nieuwe album. Ja. De 15e nou weer. Ja, ik weet dat ik hoor dat zou. Ja, ik weet het natuurlijk wel, maar ik weet net of het nou de 11e of de 12e is. Ik heb mijn oren en ik wil cd's maken en platen maken. Dus als het alles bij elkaar optelt, dan komt het 4:20. Maar solo albums, om het zo maar te nemen, dan denk ik dat dit de 13e is. Denk ik. Ja, precies. Maar daar zoek ik het nog even goed naar in, maar zei iets. Ja. Nou, ik heb een beetje van Wikipedia. Nou, dan is het weer. Dan is het weer. Ja. Dan horen we het zo. Maar die gaan wij natuurlijk even controleren. Oh. Dat weer de volgende vraag. Wat zou je ervoor zeggen dat we met Wikipedia check beginnen? Ja. Dat is de krijgbare. Ja. Is die zelf wel eens opzacht op internet trouwens? Ja, wel eens natuurlijk. Je bent wel nieuwsgierig. De site hier van. Dus eerst ik op Wikipedia. Denk ik, waar heet dat dan? En dan was dat wel eens jaren van wat er hoe zijn op Wikipedia. Maar dat is al mooi wat je alleen dat ik voor het lijst opzien. Ja, okay. Ik weet er net helemaal mee eens. Nee, hè? En ik vond dat helemaal compleet. Maar het is wel. Mooi dat de blikber in je is die de moeite nam om daar erop te zetten. Maar ja, goed, dat is natuurlijk Wikipedia, dat is natuurlijk niks officieels, maar nee. Het is van 2 juni, dus mocht er nog wat bij kan werden, dan weet ik het net. het is dus Peter Wilkes, Lauwert, 26 augustus 1959. Ja, dat is klappen. Is een zanger, gitarist, componist, een tekstcrewer. Meester er net bij, hoe is er nou wat daarvoor? Of, Ja, nee, maakt het niet. Nee, dat maakt het niks uit. Ik ben een verskenscrewer. Ik schreeuw verskens en dat vind ik het leukste om te doen. En dat is mijn basis en daar vanuit. Jong ik ook en speel ik ook gitaar. Maar ja, ik speel ook wel basgitaar. Ik ben ooit als basgitarist begonnen ooit in een bandje. Oh ja, natuurlijk. Ja, bas, ja. Ja. En dat vind ik nog mooie basgitaar spelen. Mijn Gurb en Marcel hebben een trio, een Friese kamer. Ja, klopt. Ja, en dan speel op Facebook. Ik speel ook weer bas en dat vind ik hartstikke leuk om te doen. Ja, Big Last foto's die zien op Facebook. Even tussendoor, dan ben je bezig met een nummerke screwen of? Dat zou ze allemaal kennen, ja. ongeveer dat ik hier, maar de band Okke Hel. Ja. Ja, Hel. Ja, Okke Hel, ja. Vind ik eigenlijk net zo bij die passen. Maar dat is niet doen. Hebben we het dan natuurlijk gehoord. Ja, maar de we een band beginnen en dat band met een namen gaan. En ja, de ziekers naar een namen. En ons is geen enkele namen goed genoeg. En dan. Maar op een of andere manier is ook een heel hing in blijven. En dan hebben we dat maar zo houden. En ook een heel. Is een oud Friesk volksverhaal. En er is altijd nog een stuk land tussen Bolzet en Zurg, zeg ik maar zeggen. Dus als het van de oost, vlakbij Woens, als het van de Oosterdijk Friesland binnenkomst, richting Bolzet, dan geest ik nog gewoon een viaduct heen, of dan geest onder de troep. En boven dat viaduct staat nog Okke Hel. En dat viaduct heeft een naam gekregen. Omdat het land
Akkerhel heet. En okay. Dat land heeft de naam gekregen omdat het schip van Akker daar vergeten is. Dat wie de hel van Akker. Akker zijn hel. Nou ja. Nou ja, dat wie inderdaad de volgende vraag wat hier, maar de naam was ja. Oké, okay, dat is ook duidelijk. En eerst ik de Haas had ik een roeiboot, maar de HT-race. Er is nevens mij een roeivereniging Akkerhel. En die heb ik een sloep die het altijd mooi doet om de HT-race. Oh. Maar dat is een oren Akkerhel. Ik geloof dat er. Dus deze Akkerhel van Woens, zeg ik maar zeggen. Die skipper Akker die kwam oorspronkelijk van Panjum. En de Akkerhel van Haas die komt nevens mij ook uit Haas. Dat is een oren Akker, maar dat is ook een Akkerhel verhaal. Ja, precies. Maar dat is wel een apart. Ja, dat weet je misschien niet. Er wel een heel soort in Friesland die het Akker heet. Hij heeft natuurlijk nou de achternaam Akker, maar dus het zilver. Ja. Ja, oké. Maar bij de viaduct dat er weer eens komen, dan zou ik erom denken. Ja. Dus even, nou ja, Akkerhel stond Wilkes vanaf, nou ja, Njontje, aan de basis van de Friese popscene. Kijk eens even naar. Jan, zal dat is mooi te zien. Ja, maar ik ben ook al een hele harde man. Ja, dan wie is dus 20? Dat, ja. Dat wie dus ik. Ja, maar daarvoor maak ik al muziek. Hè. Ik heb als, ik kom uit een familie, uit een gezin, daar wil je altijd muziek. Ja, we zien het nu al bij. We keersen een soort, we voetballen een soort. We zitten een prot in de jeugdsoos. Ik heb eens koffie in het bestuur zitten van de jeugd. Ik wil disc jockey in de jeugdsoos. Dus plaatjes draaien. En, okay. En ja, en zat dingen lekker om muziek. We zitten bij korps. Dus mem die zong een soort. Die had ik een heel soort accordeon spelen. Dus hij zit vooral op saxofoon en klarinet en hobo, dat soort instrumenten, dus houtblazers. Nee, de hele familie die... Ja, en die spaken zijn best zeker aan beide kanten. Dus, ik nou? Ja, zeker. Die spaken, wat ik nou neem ben, dat werkt een Pieter Wilkes. Die weer heel fanatiek, hè? Die weer heel, ja, die joeg letterlijk les, klarinet les. Spaken met paken in duet? Ja. Nee, dat is orenpaken. Dat is orenpaken. Ja, dat is aan onze memberskant winnen het vooral koperblazers, korsmeisken, maar aan onze huiterskant winnen het meer houtblazers. Spaken Pieter, die zit bij de harmonie van Leout, de Ons Genoegen. Het arbeiderskorps. Ja, dat zei bij wel. Ja. En dat winnen echt de korpsman. Ja. Oké. Okay. Nou ja, Sorry, maar in de site met die een soort toneel en dat soort dingen, dus dat dienen wij ook. Ik heb ook een skofke nog bij de toneelvereniging van Marsum mooi dingen, per vaststellings. Dus zo ben wij ook groeit. Dus muziek, toneel. Het zeer de drekking. Ja, en als er dan een familiefeestje weer, dan is er altijd iemand die een stukje die of een versje maken hier of zo. En dat vond ik altijd heel leuk. Ik kan me nog zo herinneren dat mijn beide pakers zongen ze te jaren. En dus paken Sietse, die hier als oude man ik nou een hele mooie stem. Tenminste in mijn herinnering. Dan zongen ze te jaren de parelvissers, twaarstemmig. Ah, dat is weer fantastisch. Dat ben herinneringen, dat feest nooit waar. En de Wille, hè? De Wille, die meisjes ik heen. Ja, Wille met de Wolwe. Ja, dat is interessant, een heel soort nog doen en zo. En dat heeft me altijd. Dat heeft mij ook, want ik weer helemaal net zo'n goede muzikant. En ik weer helemaal net zo. Ik heb helemaal net zo vol talent op het maat van muziek. Ik hoef van net een triëtje jongen, echt net, ik heb net een stem. Maar ik vond het heel leuk altijd om te doen. Ik heb er altijd een soort nog doen. En ik ben altijd trok in. En dan op een gegeven moment tref je jongens die mooi dat je dan een band bent. Want dat weet ons in die tijd. Je ging net meer bij Karras of bij het koor. Nee, dan moest er een band komen. Moest er een band komen. Ja. En uiteindelijk is dat nog altijd het allerleukste wat er is. De
Veronica Inside, dat programma. Ja. Daar heeft dan zo'n bandje, The Clarks, heet dat. Dat vind ik altijd, ik vind ze helemaal niet zo goed. Hè? Maar dat ben dus allemaal je. Ze zijn allemaal Gries of Keel. Of beide. en die man die doet wat ze dus hun hele leven op doen. Doen wat ze leuk vinden. Die doet hun hele leven wat ze leuk vinden. Ze zijn er heel veel nog doen. En ze spelen gewoon in bed. Klaar. Ja. Rock, dat is eigenlijk is dat rock and roll. En, dat is de achterliggende gedachte. En dat is het mooiste wat er is. En die man heeft dus groot geluk dat ze dat doen. Ze zijn zelfs voor de televisie, landelijk. Ja. dat vind ik dan mooi. Nou ja, toen trof ik dus jongens die wonen dan met mij wel een band binnen. En er was net een bassist. En toen ben ik, ik hoor een beetje klarinet spelen, een beetje saxofoon spelen. Maar eigenlijk geen gitaar. En toen ben ik basgitaar spelen gewoon. En dan heb ik van de saxofoon. Heb ik de noten opzocht op de gitaar. We zitten die toon, zeg ik mezelf het basspelen wat allemaal. Oké. Mijn eerste basloopjes speel ik op saxofoon. En dan probeer ik het op te zieken op de gitaar. Waar zit dat en hoe maak ik dat spelen? Ja, wat saxofoon koest al? Nou ja, ik kom een beetje saxofoon spelen en ik kom wat noten lezen. En dus er was bij ons altijd muziek, daar stek je natuurlijk wel wat van op. Nou ja, dat kan dan gewoon zo. Ja, dat is zo. Ja, dat kan ik niet voorstellen. En ik hoor eens uit of eens met me altijd wel vragen van hoe zit dit en hoe zit dat. En bij ons dus kon ik alles en mocht ik alles. Hè. Wij groeiden op in de jaren 70. Nou, dat werd een geweldige tijd. Dus de motivatie om zoiets te doen, die werd er gewoon. Wie eigenlijk vanzelfsprekend. Ja. Ja, nou ja, het staat beslist wel. Ja, natuurlijk. Maar puur als liefhebberij is heute mijn merk die dien dat omdat ze het leuk vonden. Maar net om er wat mee te bereiken. Weer puur voor het plezier. Ja, nou ja, en samen is dus... En samen ben ik er in de boel, ja. En dat weer dus die akkerhel. Ja. En wanneer is dat voor het eerst? Want je is hier dus wel niet aan zaterdag. Ja, dat klopt. Dat we 1979 weer zijn eerste officieel optreden, ja. Oké. Dus dat klopt dus wel. Ja. En daar heb ik nog een krantenknipsel van en daar heb ik echt nog een affiche van, dus ik kan het bewijzen. Ik nog. Nou, dat ben ik nog. Nou ja, en dan toch solo verder in 86 die keer. Ja. Waarom te komen op die Clarks, dat heb ik nooit zo begrepen. Jongens houden er dan op een gegeven moment mee op. Want ze hadden een baan, of ze verhuisden, of het mocht het meer van de vrouw, of ze kregen een baan. Dat heb ik nooit begrepen, want je kan altijd daarmee terug gaan. Er is altijd de manier te vinden. Er is altijd de manier te vinden om daarmee terug te gaan. Ja. Douwe van der Werf, die is wel terug gaan en die had die nou Griets en Griezen. Ik weet niet of dat wel eens van Jet hast. Maar Douwe is ik altijd gewoon terug gaan in de muziek. Alleen die is wel op een gegeven moment uit de AKL stap, wat ik nooit zo goed begrepen heb. Wat spelen die? Die spelen gitaar en piano. Ja, en daar was een goede muzikant. Ja, dat. Dus dat vond ik heel spittig. Doe. En op een gegeven moment dan is het net meer de band wat je in thuis viel. Het gaat net meer zo wat je graag wilde dat het gaat. Wie wat loeken om de hinder kreeg ik het gevoel. En ik ben wel zeker als jenige oer. Nou ja. En toen heb ik nog wel bezocht om de band weer naar Libben in te blazen of een nieuwe band op te zetten. Maar het slag hem bij ons nooit echt, net nooit zin. En ja, ik zie wel genoeg vestjes maken. En die koek ik wel een beetje spelen op gitaar.
Nou, alleen nog de akkoorden wat. En ja, dan waren ik wel eens leeg om te spelen op een feestje. Nou, dan speel je wat. En zo is er dan ook wel eens een kroegbaas. Die dan zei, oh, dan kun je bij mij in het café spelen. En dan zei ik van, ja, maar ik ken niks. En dan zei ze van, nou, dat leer ik net. Ja, dan denk ik van, nou ja, en wat maakt het verhaal? Ja, wat maakt het verhaal? Ik denk dat ik mijn eerste optreden, dat ik 50 gunnen vreeg of zo. Dan speel ik een hele jong. En ik heb een soort spel in het Wapen van Grauw bij Kees Veenstra. En Kees die vreegde me gewoon weg. Ja, je niet vond het mooi. Om het jaar hier of zo. Ja, maar daar werd ik net in die voortroen. En doet de eerste iPop, daar weer doe bellen Germ Gerbrandi mee op. En die zei, die onze mij op te treden. Alleenig. Ja, mijn gitaar. Ja, ik zei, ja, ik ken het eigenlijk net. Maar dat zou zeker wie meer om zelf de gitaar wat aanleert, hier. Ja, en ik hoor het net voor. Nee, geen idee. Maar het waren de versjes waarvan ze zijn van, nou, het is toch wel de moeite waard. Ik heb wel versjes, die waren er toen nog net in het Fries. Het was op zich niks nice, maar ik schreef versjes over auto's en trekkers en famkes en drank en ja, rock'n'roll onderwerpen. Ja. Ja, in de Engelse talige rock'n'roll besteedt dat natuurlijk wel, maar in het Fries besteedt dat nog net. En dus in die zin weer wat nice of zo. Het sloeg wel aan. Ja, heb ik dat maar dingen en eigenlijk wie dat het begin. Door City Boppers heel van de kroeg in Nijland. Muziekcafé in Nijland, die Boppers heel die zit vol. En ik moest daar alleen nog optreden, man. En toen dacht ik van, misschien moet ik je wel mooi verder gaan. Misschien moet ik dit wel verder wat uitproberen, uitbouwen. Ja. En, nou ja, maar dat werd dezelfde dag, dezelfde iPop, dat er ook nog wel een reunieconcert weer van Alke Hel. Dus het was het laatste optreden van Alke Hel en het eerste, net officieel, net echt, maar goed. Dat is wel mooi om het zo te stellen. Hè? Dus het laatste optreden van Alke Hel, het eerste optreden van mijn solo. Nee. Dat was op de allereerste iPop, dat was in 86. Daar heb ik een heel soort van geleerd. Nou ja, en dan op een gegeven moment dan komt wat in een vast circuit en heeft die vaste putjes. En dat weer een hele mooie tijd. En toen dacht ik, in begin jaren 90 dacht ik van al die vastjes die ik nou maak, dan maak ik de beste nutziekje. Of de meest populaire van die tijd dan en die zet ik op een cd, want toen werd al de tijd van de cd. Ja. Dat was jongensbloed, dat was een trein nodig en dan stie knoopjes op. Nou, dat waarop ik terug om bij Friesland en toen kwam het bij een oor publiek. Ja. Het om bij Friesland harkers publiek. Dus het cirkeltje was groter, wist je wel? En ik kreeg meer optredens, ik kon ook meer vragen voor optredens. Het maakt op een gegeven moment helemaal niks meer uit wat ik vragen voor een optreden. Nee, dat zou wel net. Dus het was een gouden tijd. Hmm. En toen ik werkte in de bouw. En toen was het vrij gauw duidelijk dat ik verdien als muzikant meer dan wat ik als timmerman in de bouw verdien die koe. En ik hield de agenda aardig vol, maar zeker een eer vooruit. Dat ik denk, als wil ik maar een eer of misschien een peer eer van een muzieklubje, dat nemen ze me nooit meer aan. Ja, en dat is toch. Gewoon proberen. Het weer net mijn kar om. Ik heb op een gegeven moment wel heel bewust verkeerd van. Nou wil ik verder in de muziek en dan wil ik zien hoe ver ik daarin komen kan. Maar toen ik nog net dacht dat ik er van Libje koor. Ik denk, ik heb in elk geval
een mooie hobby. En, maar dat is allemaal te klauwen doen. En door in 93, 94, die tijd, door koek van de muziekclub, Nee, dat is wat later was. Ik denk dat het 96 was. Toen kwam Simmer 2000 nog, was toch? Ja, dat werd heel leuk leren. Simmer 2000 was echt fantastisch. Dat ding met de kaast. Ja, Ries Grateman. Ja, dat was geweldig. Ja, en door wie het eigenlijk leer doe, ik heb eigenlijk hier een heel goed lipje kennen van de muziek. Even share om hier in hoe verder te gaan. Dat is 87, klapt dus wel. Bij solo best gegaan. En staat hij in muzikaal Friesland aan de top, staat er. Ja. Nou ja. Moeten we dat maar lopen dan, hè? Ja, zei ze niks op. De volgende vind ik trouwens een hele mooie. Pieter zingt uitsluitend in het Fries. of in het Fries verwante dialecten. Maar dan komt de volgende zin. Hij deed meerdere malen een tour in het buitenland. Bijvoorbeeld Verenigde Staten, Polen, Litouwen en Oostenrijk. Ja. Hoe heeft u dat ding in Fries? Ja, maar dat maakt het niks uit. De Amerikanen die zeiden ze ook van, ja natuurlijk is jongste in het Fries, dat het in eigen taal is. Dat doen we, ik was jong in zijn eigen taal. Een Amerikaan als die uit Texas komt, die klinkt heel hoor, zoals een Amerikaan die de, of een Canadees, zeg maar zeggen. Ja, tuurlijk, dat wel. En die kennen me gewoon soms dat eens verstaan. Nee, dat loopt wel. Ik heb in Polen heb ik mooi maken. We hebben een festival in Polen en dan zitten we als muzikant nou eenmaal koor in het hotel na de tijd. En dan is het natuurlijk, dan komt de drank op tafel en dan spontaan sessies ontstaan dan. Maar dan werd er een Schot en een Amerikaan uit Texas. En die kregen op een gegeven moment mat, want die konden me gewoon niet verstaan. Die Scot, die praatte Schots, maar een enorm Schots accent. Die praatte dus wel Engels, maar met een enorm Schots accent. Wie een echt niet. Ja, wie een echt niet. En die Amerikaan, die praat echt dat cowboy Engels. En die konden me gewoon net verstaan, of moeilijk verstaan. En dat is op een gegeven moment net helemaal begrepen, denk ik. Net begrepen wolven natuurlijk. Oh ja, dat ken ik. En wij, als net Engelstaligen, wij maar ons steenkool Engels handen en voeten. En wij doen een hele bot ons best om ons verstaanbaar te maken en we krijgen geen spul. Weet je dat? En zij bent van hoe zit Engelstalig. Ja, dat wel. Nou ja, maar dat is dus gewoon, je wil hem ook overstaan of niet? Ja. Maar het weer wel heel komisch dat die twee spul kregen. Want ja, dat op een gegeven moment, elke die had ik het mooi, hoor. Ja. Om dan weer even verder te gaan, want dit stond er ik nog op Wikipedia. Want op zich voelt me mij wat er uiteindelijk op stond. Even zien, hij treedt solo op. Maar, ik met begeleidingsbands, plaatselijk korps, big band of een koor. Ja. In cafés, festivals of theaters. Deelde het podium met onder andere de Kast. Nou ja, Anneke Doma, Rins Gratema. Ja, Anneke Boer. Anneke Doma en Gray Reinders. Ja. En het Noordelijk Nederlands Orkest. Ja. Nou. Ja, dan ben je er ook bezig, zo maar zeggen. ook heeft hij succesvol optredens gedaan met het Friese Jeugd Brass Band. Ja, de Friese Jeugd. Ja, Friese Jeugd Brass Band, ja, die besteedt niet meer. Die is voortpensioneerd. Oh, die dan ook. Oh ja. Ja, zonde. Spieter nou, want ik geloof dat het Friese Jeugd Orkest nog wel besteedt. Ik geloof dat heet Friese Harmonie. Friese Jeugd Harmonie Orkest, ik geloof dat nog besteedt. Maar de Friese Jeugd Brass Band is er niet meer.
de Friese jeugd van vader is het, dacht ik ook niet meer. Daar zou je voortbezuinigd op moeten geven. Ja, soms dat is dat is jammer, hè? Ja, ja. Ja, als het alles aanpakt, dan komt die gauw eens ergens te staan natuurlijk. Ja, ja. Ja, maar het is ook heel mooi om te doen. Ik vond die gearworking met Friese jeugd Braasband, dat vond ik, dat was hartstikke mooi om te doen. Dat is dus, die band ging door de leeftijd dat ik haar huid wijzen kon. Dus het is een volle jongere generatie, maar ze zijn wel gepassioneerd. Ze gaan echt van de muziek, van hun instrument. Ja, en, maar dat is wel belangrijk. Ja. En Dirk Lautenbach wie de dirigent. En dat is ook een hele gepassioneerde man die er alles uit haalt, maar ik vooral dus goed presteren, maar ik willen. Ja, goed hè. Ja. Willen. Dat en ik heb zelfs nog een keer ben we mal op reis geweest naar Duitsland. Hebben een paar optredens dienen. Dus dat was echt on tour met een heel orkest. En dat is wel hartstikke leuk, hè? Nou ja, dan zou die er dan bij kennen. Meerdere malen een tour in het buitenland. Hè, ik ken Duitsland er ook nog bij. Ja, maar ik weet wel meer landen, ja, maar goed, ik vind het wel best. Ja, op een keer, maar ik zeg van nou is het genoeg. deze die vroeg ik, ik ben trouwens bij de voorbereidingen van dit hele, van deze vraag Baraak, ben ik de naam Troubadour, ben ik zien kan, die heeft aannam omdat het in kranten stond had. Ja. Klopt dat? Ja, want dat betekent je zelfs net. Misschien wie het een oud woord of zo, want... Nee, maar doet ik je mooi begon, doe wie nevens mijn singer-songwriter al een gangbaar begrip. En dus ja, dat ben je dan, singer-songwriter. In de kranten was dan de Friese troubadour neemt op een gegeven moment. De Friese troubadour. Het chill. Nou ja. Ja, ik heb... maar ik vond het wel leuk, want ik vond het wel wat hebben. Ik heb het maar zo horen. Nou ja, dat kan best. Ja, natuurlijk. En ja, dan maken ze er in zijn nummer ik iets hoors van. Nou ja, maar dat is dan later. Dan op een gegeven moment dan is de Friese, of Friese troubadour is dan een begrip in Friesland. En dan ben je dat meer Friese troubadours. Door de Bleker, Jaap Lauwers, door de Veeman, Gerber Douwstra. Daar kwamen heel veel meer Friese troubadours. En dan is het begrip troubadour is er op een gegeven moment. En dan, uit het publiek, waar wordt dat dan ook zijn? Van, dat is een troubadour. Ja. En dan weer er ergens een die zei van, dat is een troude boer, hè? Een troude boer. Een troude boer, ja. Daar boer. En toen dacht ik van, die mag erin halen. Ja, en precies. Zo, dat heeft een keer gehad en zo, dan heeft dat brug die in het nummer. Ja. Dat vind ik altijd prachtig. Er komt overal op de vreemdste plakken om te spelen en dat maakt het. Er komt zo'n soort meisje en ik heel aparte figuren en daar ben ik meisje die binnen heel verhaaltje in. Die maakt er een verhaal om dat ik weet. Ja. En soms levert me dat een verskoop. En zo weet dat ik maar die troude boer. De rest van het nummer is ik een beetje... Ik heb bezocht... dan ben je snel te denken over van... Nou, stel... ik zou een versje in het Hollands doen. En ik zou net goed Hollands kennen. Ik zou dat doen als een nou ja, Satus Pakers en Beppers Nederlands praten.
Ja, dat weet ik nog. Ja. En, dus dat wie een krijgt net. Ja, dat is gewoon vertaald Friesk. Letterlijk wordt vertaald. En dat is heel erg komisch. En dat die Rink van der Velde ook al mijn boek wordt. En dus anders is het Bokwert, was dan broest. En ja, dat vinden wij in Friesland al heel erg grappig. Ja? Mijn wijfje is uitgenaaid. Oh heden, mijn wijfje is uitgenaaid. Ja. Nou, dat vinden wij heel erg komisch, hè? Wij als Friesen. En een Hollander snapt er niks van. Je denkt van, wat is ze nou? Ja, maar die snapt die hele zinsopbouw niet. Nee, totaal aan hem voorbij. Ik vind het maar een nieuwere zaak, hoor. En een Hollander, die snapt wat zo. Maar een doodtekst, dat is het Hollands praat. Ja, dat is zuiver, never. Ja. Maar, en dat past natuurlijk ook goed bij Trude de Boer. Bij zo'n man die dan denkt dat hij dat goed zei, maar het natuurlijk hartstikke verkeerd zei. En nou ja, zij zou ons steeds gaan noemen dan. En dat spelen ze dan eens een keer, voor een bepaalde gelegenheid. En elke keer vindt dat leuk, elke keer vindt dat grappig. Hij sloeg wel aan. Ja, hij sloeg voor dan. En ik denk, ja, dan haal ik hem erin. Ja, natuurlijk. Ja. En dan hashtag nog, dan komt ze heel tijd weer dingen tjen, hè. Oh ja. Die kan er ook nog in. Oh ja, die kan er ook. En ik scheur me de buizen uit. Waarom heb ik die net in het vers gedaan? Nou, dan moet ik maar weer een eigen completje. En ik scheur me de buizen uit inzetten. Ja, ja, ze kan het natuurlijk beter. Zo kan er weer een completje bij. En op een gegeven moment, dan is het clear, dan hoor ik er echt mee op. Maar dat is wel. Ja, dat is wel heel aardig. Maar dat is natuurlijk hetzelfde met de Leeuwarden Blues. Ja. Hoeveel completen heb je inmiddels? Nou, dat drijf ik nog uit 200. Maar daar hou ik nog echt mee op, hè? Ja, komt net meer hierbij. Nee, ik kies het net al helemaal in de holle. Ik heb ook een beetje meer nog van het verskomen. Ik heb het nog zo vaak spelen en het is wel clear. Het is een grap. Ja, op een gegeven moment ben je daar wel op uitspelen. Ja. En dan moet er weer een eigen grap komen. Ja. Nou ja, daar ben je natuurlijk druk mee bezig geweest. Want natuurlijk in mei in de CD van het nieuwe album uitkomt. Ja. De Leids in de Phoenix. Als ik het goed uitspreek, tenminste. Ja. Het is gewoon Phoenix. Phoenix. In het Friesk. Ja, Phoenix, ja. En de LP, dat heb ik even van die Facebookpagina gehouden. Daar stond een berichtje van 13 juli. Hij er nou ook. Ja, de leeftijd van een LP, dat is langer dan een CD. Dat voelt me wat ouder, ooit. En op een gegeven moment is de opname wel klaar en dan moet er wel wat komen. Ja. Ja, dus ik hier echt die livestream, dat concert heb ik ook gepland. Dus dat kon ik net mee verschoven. Dus ik denk, ik moet al wat hard, dus ik moet in elk geval dan die CD maken. Ja, natuurlijk. En dan komt die LP maar later, maar die is er dus nou ik. Ja. Nou ja, precies. Aardig letter dan. Ja, aardig letter, ja. Wat het dan maar is. Ja. Waarom heb je voor echt specifiek voor een LP gekozen? Moest die echt, hè? Ja. Of, nou ja, eens, dan doet ik begonnen met alcohol. Met een groep jongens, een groep kameraden, speel je in een bandje. Dat is eigenlijk al het leukste wat er is. Maar ook hoor. On tour of Malkoor naar het volgende scorefeest of jeugdshows of weet ik veel wat. Dan was het heel graag toch eens een keer een LP-mootje. Dat liep die dan eigenlijk wel. Dat liep die op dat moment sowieso het heest te helgen. Ja, precies. Maar dat zou toch wel fantastisch zijn. Dan nog eens een keer een LP-mootje. En dat is er nooit van gekomen. Ik heb al vinyl singeltjes maken. We hebben als alcohol heb ik ooit een vinyl single maken. Wat singles, maar ja, nooit volledige. Nee. En ik vind dan de LP altijd nog het mooiste.
Volle moeder was een CD of een. Net alleen nog qua loot, maar ook de verpakking, dus de hoes zelfs. En de beleving, dus de plaat uit de hoes en je luistert op de draaitafel, dan zegt de nullen erop. Dat is een andere beleving. Eén blazen, hè, want voor hetzelfde zetten. Ja, plek ja, die hier. Ja, ja. En ik draaide nog maar regelmatig een LP. Hier kan ik dan een platenspeler. Ik heb mijn LP's ook nooit voordien, mijn platenspeler ook net. En, ja, het is, je maakt er ook even voor zitten. Als ik alleen nog tussen ben op mijn jong, dan zet ik een LP op. Hmm. En dan ging ik gewoon even voor zitten. En dat is en dan hark je echt naar de muziek. Daar word ik verloren van. Het is wel, dat vind ik mooi. En, dat heb ik meer een beleving. Ja, het is een beleving. En dat heb ik mijn CD vol minder. Ik kocht geen LP's meer, ik kocht CD's. En ik zit nu zelfs ook op Spotify. Ik heb playlisten op Spotify maken, maar gewoon omdat dat praktisch is. De LP is gewoon de mooiste beleving. En ik heb nou ook ondervonden dat het maatsen van een LP ook een orenbeleving is als het maatsen van een CD. Hoe dat dan? Nou ja, het maatsen van een CD, dat is ook mooi om te doen. En ik wil zeggen dat net intens is of net bewust is. Ek, natuurlijk. Nou ja, maar de opnameprocedure is zelden, toch? Ja, maar dan maak je store keuzes. Want er zit maar een A-kant, er zit maar een B-kant en het mag maar 20 minuten, mag wijzen. Dus hoe zet je de roze achterrecord? Natuurlijk. Hè, dus de zesde A-kant op, wat moet dan het eerste nummer worden? Welk nummer houdt de A-kant op? Wat is de eerste nummer van de B-kant? Zo. En dan ben je volle meer met het proces bezig. Dus de rest maar 40 minuten, 2 keer 20 minuten. Oh. En daar binnen moet het gebeuren. 20 minuten, dat is echt maximaal? Ja, maximaal voor een LP, 20 minuten. Oké, dat wist ik niet. Ja. En dat moet het binnenvallen en dan is het heel belangrijk welk nummer 60 vol op en wat net. Bij een CD maak je dat net vol uit. Nee, zet me vol. Zet me vol. En nu heb ik nummers wireletten die ik in eerste instantie de wolf selecteerd hier. Dus dan maken ze een hele bewuste keuze in van wat zet ik er wel op en wat zet ik er net op. Ja. En de valhouder en wat komt op de A-kant, wat komt op de B-kant. En dan maken ze ook keuzes in wat voor instrumenten broekst. Dus ik hou er heel wat van gitaar en van elektrische gitaarsolo's. Dat kan mij niet roeg genoeg gaan. Rory Gallagher vind ik nog altijd geweldig, maar dat is Rory Gallagher. Maar mijn eigen LP, denk ik dan, die maak ik oorinstrument. Daar maak ik een nummer met een soort van blaasinstrument in. Ja, precies. En maak dan, welk nummer moet het dan worden en waar komt het dan? Een nummer van rust op de LP. Ek, ja, en opbouw. Ja, daar ben je meer mee bezig met een LP. Daar ben je intenser en bewuster mee bezig als op een CD. Heb ik nou ondervonden bij mezelf, maar het kan best wijzen. Dat had ik, mocht ik, maar ik maatje net werd een CD, ik maatje de volgende keer werd een LP. Oké. Okay. Maar stel ik zo. Goed bevallen. Ja, maar stel ik zo een CD maatje werd, ik best wel dat ik nou, omdat ik een LP maken ga, dat ik nou, ik oorzaam ken met het maatje van een CD. Zo kan. Ja, dat zo, ja. Dan ken alle kanten nog. Ja. Ja. Dat is op zich wel mooi. Dan. Maar als het zeg maar de mooiste LP's die er ooit maken binnen, Black and Blue van de Stones, Abbey Road van de Beatles,
Deja Vu van Crosby, Stills, Nash & Young. Rumors van Fleetwood Mac. Hotel California van The Eagles. Eagles. En ze kiest nog een... wat ik kan, wat, nou ja, goed, dat zijn al die LP's, albums, en die klappen gewoon, die klappen van het begin aan het eind, de volgorde van de nummers, de variatie die erin zit, ja, de opbouw van die nummers, en dat vind ik heel mooi aan een LP. En zo kan ik wel trokken, er zijn een heel soort van dat soort dat standaard albums, zeg maar zeggen. Ja. Ik heb bezocht dat Ectomage, of tenminste, ik heb dat als voorbeeld genomen. En ik ben natuurlijk net de Eagles of de Beatles of... zijn maar mijn jongens erin. Is het nou eens uitkomen? En daar ben ik, want we hingen het over grotskens en zo. Hier ben ik wel grotskop, ja. Ik ben grutsch op dit album dat ik dat nog maatje koe mocht. En ik heb eindelijk een langspeelplaat zelfs maken, maar mijn eigen versie. Ja, en daar ben ik heel grutsch op. Dat vind ik heel, ja, dat... Dat maakt ik best wijzen, dacht ik. En ik heb hier een verdij mijn om. Dus, yes, hè? Ja, zeker. Tuurlijk. Dus ik ben helemaal niet verstoten van feest. Dus ja, dit is hem. Dus de vakken. Nou, zie je. Als je als over zo'n plaat even gaat, alle teksten staan erin. Het is mooi lezen. Dat is heel wat anders dan een CD, hè? Het is wat anders. Het is wat anders, ja. A en B komt. Ja, nou, ik heb dus je hebt wat in handen en het zit er gewoon voor mooi uit als een CD. Een CD is al iets, dat is een priegel, denk je, toch? Als daar een tekstboekje bij in doorsteekt, ben je heel iets letterlijk, een heel iets boekje. Ik vind dat niks. Nee. Je kiest echt, je kiest gewoon even aan en dan kiest gewoon zo. Ja. Mijlhezen. Ja. Alsjeblieft. Dank je wel. En ik heb voor het geval, als nog net een platenspeler haast, want die kepers natuurlijk nog wel. Kijk ik nog een cd'tje, daar zit ik alles op. Nou, dan kan er ik op radio. Zo? In het rockcafé, want daar is er vast wel een uptempo nummer op. Ja, dat zit er zeker op, ja. Ja, ja. Ja. Nou, je bent heel wies mij, Peter. Dank je wel. Dat het toch wat, hè? Dit is toch het... Ja. Je hebt wat beet. Ja. Tja. Nou ja, ik voor de mensen die nou sjurren natuurlijk. Ik zet hem hier even, hè. Dan kan je hem ook nog... Oh, dat vind ik heel leuk. Dat vind ik mooi. Ja. Nou ja, vandaar dus een LP. Die krijgt mooi kweer op de tafel. Ja. Nog een voorbeeld. Nou ja, hij stelt want ik heb ook Mollema in Frentje, dat is een muziekwinkel, maar die verkeer ik CD's en LP's. Maar ik zeg bij Mollema, zeg ik dat er ook maar dat die heeft, ja, er ook listen krijgen kist met een LP hoest precies in bord. Wij gingen vroeger dan ook onder wand. Ja, de LP die we mooi vonden, of de LP hoes die we mooi vonden, die we dan in zijn list en die hangen gewoon de morgen. Oké, okay, dat ja. Is voor de eerste dag, ja. En heel soort van die oude LP hoesen, ja, dat binnen gewoon kunstwerkjes. Ik heb Frederik in de eerste vraag maar raak. Ik vreeg je. Het is natuurlijk nu corona, maar wat is nu waarlijk dwanden? Het is even naar beneden gegaan. En ja. Het is steeds meer weer op slot nu inmiddels. Maar. Ja, maar het is toch een waardeloze situatie. En het slimste is dat er geen perspectieven binnen. Ze cancelen je alles wel. Maar wat is dan de volgende stap? Die is het dus niet.
Dus ze zei ze wel van mij net, maar ze zei ze net hoe het dan wel moet. En, nee, precies. En dat vind ik wel vrij makkelijk. En daar ben ik een afmeester die het initiatief nemen. Die komen met een plan. Die nemen dan de voorschriften in acht en die zeggen van nou, het zou door of zou door, dan kan het misschien toch drogen. Maar of het minder het publiek, dan kan het wel drogen. Nou, dat mooi net. Dus dan krijg je het, vaak het lut op een noos. En op een gegeven moment denk je van ja, dan ben de mogelijkheden die er binnen ben ik uitputten. Wat maak je dan nog? Dat kist natuurlijk net 2 jaar lang niks verzinnen. Nee. Kom maar oplossen. Kom maar alternatief. Maak je een plan B. Ja, maar ik vind dat het wel de taak is van de overheid om mooi een plan B te komen. De kist ik net zei ze van je kan in aanmerking komen van een regeling en we kennen je hem subsidie aan zodat je hem net failliet gaat of zodat je hem nog wel eten kennen en de huur betalen kennen. Maar dat is geen oplossing. En naar dit virus weer een oorvirus komt, hoe moet het dan? Wij moeten uitvinden, mogelijk hoor, hoe moeten wij leven? Maar die virus. Ja, hoe komen we hier uit? Hoe komen we hier uit, Marco? Er moet een plan komen. Ja. Ja. Het kan het ook net zo zijn dat er als geen artiesten meer optreden kan. Nee, artiesten moeten optreden. We moeten Marco betekenen hoe. Juist. En dan kun je wel alles op slag gooien, maar daar kom je net verder mee. Nee. Ja, toen ze het in het begin ding, dan is ook iets van oké. Okay. Daar steer ik helemaal achter. Ik heb heel lang het beleid van deze regering verdedigen. Ik weet dat ik me eens, ik heb me er gewoon houden. Maar we zijn nu oorlog verder. Juist. En nu is er, merk ik, geen leiding, geen visie. En geen oplossingen. Dat is minstens. Ja. En die moet er nou wel komen. Ja. Ja, nou, dat is precies. Maar goed, ik rijd me wel. Altijd als ik heb die tijd die ik nou hier heb gebruikt van de LP. Alleen ja, nou ben al mijn spaarcentjes ook op, de teller staat op nul. Ik kan me niks meer permitteren. Als het langer nooit wordt, dan zul ik over werk zieken, maar dan ken ik dat weer van de muziekclub. Dat zou wel schande worden. Met volle artiesten, die hebben er gewoon even wat bij. Die zullen wel matten. Ja, ja. Maar ik bedoel, ik op mijn leeftijd, wat mat ik nog? Maar ik denk dat ik wel waarom mat naar de bouw, maar ik kan dan net maar voor een baas werken. Dat zou dus wel eens aan een dikke domper. Ja, dat komt net goed. Dus ik vind wel wat uit. Ik ben een putje bedrijf of zoiets. Ja. Maar dat komt wel goed. Maar het is natuurlijk schande voor mijn muzikale carrière, alles wat ik opbouwd had. Dat is natuurlijk schande. En ik ben net de jongste. Er ben er zo vol. De beste vol. En dat is gewoon. En als jij was nou de eerste middel. Nou ja, maar het is gewoon een enorme inbreuk op de hele cultuur in Nederland. Oh ja, uiteindelijk al. In de wereld. Maar vooral de Lietseren, en dat ben wij in Friesland, de Friestalige artiesten, de Friese cultuur is toch kwetsbaar, is Liets. Ja, die krijgt wel een dreun. Ja, natuurlijk. Ja. 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 En dat is, dat vind ik heel spietig. En ik zit altijd wel trong, hè. Ik ben altijd wel trong. Ik wil altijd wel muziek maken. Ik ben wel weer naaien fresjes. Daar ben ik niet bang voor. Maar ik zal dan toch er wat bij doen moeten om een beetje normaal te leven te kunnen. Ja. Wij maken er aan deze kant een eind aan. Oké. Okay. Ik word hier naar Vregie. Hier is vast nog wel een paar nummers. Zeker. Was bij ons achter in Spiliwoest. Zeker. Van het nieuwe album. Als je daar een nummer van hebt, ja. Dan pak ik de tekst erbij. Oké. Okay. Nou, hier naar achteren. Oké. Okay.
Ja, we gaan wat meer zinnen verwachten. Nou, maar best wel. Heb je de familie gegeven? Ja. Ja, nou, je kent het me dan. Het is lekker waar. Ja. Doe eerst een paar nummers voor ons. Wat is de eerste? Ja, ik hoor wat nummers van het nieuwe album. Van het nieuwe album? Ja, natuurlijk. Ja. Is die daar? Ja. En wat is de eerste nummer? Ik denk dat ik ben mijn Friese boerenzoon. Precies. Ik heb hem al gehad. Hij staat ergens op YouTube. Ben ik hem zien gaan. Zit er nog een verhaaltje achter het nummer? Nou ja, het is weer Bart. Sure, dat bedoel ik. Dat is nog krijg. Alleen ben ik nooit in Zambia geweest. Maar dat is allemaal kennen, ja. Maar verder, ja, ik zou bereizigen ben ik ook net. Maar als ik in het buitenland ben, dan tref ik altijd wel ergens een Friese boerenzoon. Ja, ja, we zijn overal. En ik denk, dat daar zit een vest in. Ja, nou ja, ik zou zeggen, breng los. Oké. Hier voor het werk, hier voor de willen en de wetsjeroen. In Canada, daar maak ik een hele lange reis. En helle in een likkerstoor wat bier voor onderwijs. Een klant die 10 regens, die herkende mijn accent. Hij zei, joh, kom uit Friesland, oh, wat aardig je ook kent. Samen maken wij een praatje, hij handelen in ziet. Ik zeg ik dat er in een hele grote auto rijdt. Ik hier het witte kind, het is ik heel gewoon. Oeral desto komst, trefsto een Friese boerenzoon. In Zambia, daar wie ik op safari en ik gee. Naar het allereerste kroegje, wat er een route steer. Ik helle een paar pilsjes en ik rekke een peteer. Mijn jongen hier uit Friesland en we namen er een meer. Terug in of door de stage, wie daar ik aan. Hij zei, ik ben een ranger en ha een Afrikaanse vaam. Ja, je kunt in voorbeeld zeggen, het is een vast patroon. Als je komst, heb je een Friese boerenzoon. Hier voor het werk, hier voor de willen, en de wet je doen. In de financiële sector, ICT of logistiek. Bij het bouwen van een brug of het lezen van een dik. Bij de handel in machines, in de olieindustrie. Bij het baggeren en slepen en de groene energie. In de Sahara op de Noordpool, de havens van Shanghai. De steppen van Kazachstan, het vleenveld van Dubai. Ze doen het overal goed, er is geen harde noem. Ja, overal daar is ook. Kom, strijf zo een Friese boerenzoon. Hier voor het werk, hier voor de willen, en de wetje doen. Ik weer eens in Nieuw-Zeeland op een grote boerkerij. En nog neer zeg ik op een plak, zo'n protte Friese kei. De boer zei ja, ik ga uit hier tegen je zin. Omdat ik hier werd boeren ondernemer was ik in. Hij helle uit de koelkast een kratje voor mijn bier. Hij zei, we zullen proosten, het wiever een bestier. Wat de toekomst brengen zal. Ik had er wel nog toen, ja hoerolde. Desto komst, trefst een Friese boerenzoon. Hier voor het werk, hier voor de willen, en de wetje doen. Hier voor het werk, hier voor de willen, en de wetje doen. Hier voor het werk, hier voor de willen, en de wetje doen. Ja, ja, de Friesen zijn overal. Zeker. Tenminste, dat valt mij steeds vaker op. Met iemand in Duitsland geweest, kom seks in. Hè. Ja. Ja, nou, dat is direct patroon uit het water dan. Oké. Okay. Nou, dit is een cover. Dit is een heel oud versje. Volgens mij komt het uit de jaren 50. Maar ik ken het van Elvis Presley en van Johnny Cash. Trying to get to you.
En die is van Johnny Cash? Of nee, dat had ik ja, al die hebben het net schreun, maar die hebben het ook weer coveren. Dus ik weet zo uit de Holland net waar het origineel schreun heeft, maar het zijn twee meisjes. Een vrouw en een man, die hebben het origineel schreun. Oké. Okay. Ja. Nou, we zijn benieuwd. Hoe het is een heel bekend nummer. Trying to get to you is het. Maar ik heb het van Mark, want je, ik ben in Marsum. En mijn vriendin die woont in Itens. En dat we jaar een kwartier gereden naar week in Itens. No? Ja. En nou maar die heer komt uit, maar ik een heel lang omrijden. Dat is meer dan 20 minuten nu. Dus dat, dus dat is heen en waarom? Nee, net precies. Ik moet beslist over de hek. Ja. Maar dan rijd ik om. En het wordt het langer. Dus het is, die hek is wel mooi vanuit je van Haas naar Grijns wil. Ja, waar wil nou naar Haas en waar wil nou naar Grijns? Dat is een goede vraag. Het is voor het lokale verkeer is het een ramp. Want heen en waarom is dat dus over 10 minuten? Ja. Dat is in een week al meer dan een uur. Tijd is geld, hè? Tijd is geld. En ik heb het eigenlijk voor haar oer. Maar ik heb ook zin in. Dit kan niet meer, dan komt nou bij mij in Marsum. En ze werd het nou bij mij in Marsum. Maar dit versje is nu de tijd dat ik heel dit omreden moest om in Itens te komen. Ja, precies. Ik beklim de hoogste terpen. Kroep door de roegste woestenij. Ja, ik ruis hier dag en nacht. Ik zet terug uit alle macht. Oh, ik maak vrienden van dij. De stuurders mij weer eens een appke. Maar je smiley, lieke blij. En hoe reis ik dat je nacht? Ik zet terug uit alle macht. Oh, ik maak vrienden van dij. Stuur me naar de Sambriogje. Dan zong ik de hele dag. Itens is een heel lang voort. No. Maar dan zit ik weer met mij. Maar die heek jou het zijn beleid. En ik ruis je dat je nacht. Ik zit terug uit alle macht. Oh, ik maak vrienden van dij. Als ik dij waar ik mij zou. Dan leed ik die net weer vrij. Maar ik reis hier dag en nacht. Ik zet terug uit alle macht. Oh, ik maak vrienden van dij. Er is niet dat mijn zin had. Dat mijn ene keer een keer. Geen acht wat ik ten ik in breng. En een stapjacht lig in mij. Weet wel wat ik viel voor die. Al is het paard zuster en smel. Hij schiet zijn jacht vol op mijn del. Als ik ritten doen daar. Dit is niet dat mijn zin had. Dat mijn ene keer een keer. Weet wel wat ik viel voor die. Al is het paard zuster en smel. Hij schiet zijn jacht vol op mijn del. Als ik ritten om dat. Al is het paard zuster en smel. Hij schiet zijn jacht vol op mijn del. Als ik ritten om dat.
Nou, ik denk dat we wel een heel steriel radio optreden, maar het valt genoeg aan, want er is publiek bij. Roel de Jong is er ook. Roel de Jong is voor mij een heel speciaal figuur. Want ik heb ooit eens een keer optreden bij in de Slotplaats. Ja, dat was een heel mooi concert weer. Ja, dat is nou weer raar om dat zo te zeggen. Ik voel mezelf net zo geweldig, daar gaat het net om. Maar er was aardig wat publiek en weer leuk publiek. Weer een mooi optreden, ja. Dus ik wil Roel graag even hier hebben, voor de camera. Ik heb hier een stift. En ik heb hier een ouderwetse LP. Ja. En tje ben, daar kan ik niks opschrijven, want dan kun je de tekst aan de wijze. Dus ik doe het on discount. Ja, het is geweldig. Ja. Ik ben heel mij content. Nou, dat is hartstikke fijn. Je bent heel eens mee. Daar meen ik echt. Ja. Ja, wat nevens mij best ook wel een LP-liefhebber. Die hak ik ga ik nog, maar ja. Ik heb ongeveer, denk ik, wel een 8000 cd's. Ja, nou ja, oké. Maar hij is nog wel een platenspeler. Die hak. Een sure. Hele goeie in eerste instantie. Sure. Oké. Ze noemen dan een dokter. Ja. Nog even nog dan wel. Is het in goede hand. Dat is een super in goede hand. Maar dan ga ik nog even niet. Ik ga mijn betijk cd's, ik mijn naam, die ik ooit die ik vandaag heb. En daar ben ik nog een paar. En dan staat ik even het, nou ja, die mooie namen er even opzetten. Okay. Los, dan ben ik zeker, nou zeker. Super gelogen geweest. Oké. Okay. Nou jongen, ik zie je dank. Hartstikke mooi. Ja, je denkt misschien, je hoort nou even naar Lustrie. Oké, okay. Mooi. Mooi, dank je wel. En prachtig succes met die nieuwe cd. Dankjewel. Hij had de nieuwe cd ik namelijk ook bij die jongen. Ja, maar dat is dus. Ja, dat snap ik. Maar hij had net het schijfje even. Ja, ik wil in de auto. Ja, ik heb hem wel bij me. Die zoek ik graag aan wel. Oké. Maar je dan net alleen maar dat, maar die ging die betalen, snap je? Ja, best wel. Ja. Ja? Nou, ze kent wel wel, hoor. Ja, mooi. Hartstikke fijn. Dankjewel, jong. Nou, super. Oké. Oké. Zijn elke artiest die heeft natuurlijk het bekende nummer. En die heeft ook. Al ben je misschien net altijd even wees mooi. Ja, nee, ben toch hartstikke wees mooi. Maar het is zo'n nummer dat op een gegeven moment is dat wel clear. Zij heeft nog meer nummers. Bijvoorbeeld het paard waarom, daar krijg ik nooit meer nocht van. En dat bleef denk ik ook nog wel heel lang een nummer wat altijd spullen kist. En ja. Zelfs knoopjes, wist wel. Maar ik vind Leeuwarden Blues is toch wel, dat is net tijdloos. En zes wel meer nummers. Nou ja, zelfs kreeg ik in het interview, Cyrus, dat is een beetje een grap geweest. Ja. En best nog een beetje meer op ziek naar het sloeg door ik heel grapje. Het wie doe ik weer. Zo. Het sloeg door ik wel heel bot op blauwt. En het is in 2006 op CD uitgebracht. Ja. En daarna ging het maar jou de goede kant op. Dus het had hulp. Ah, dat, ik moet je vragen, we hebben een gitaar hier, als je het weer al. Dat we die eens even samen gaan doen. Ja, best graag. Dat is toch een solo? Nee, ik ken geen solo's. Solo's, dat is nog net bepaald mijn ding. Zoiets, hè? Ja, zoiets. Zullen we dat proberen? Dan geven we de microfoon aan de kant. Ja. 1, 2, 3. Zo groeit, daar hebben we niet om vroeger.
Die zitten alle avonds vol met studenten en hoeren, junkies en dealers, suplappen en boeren. En het had nooit wat wees, het zal nooit wat worden. Als stille wat geboren bent, kanst het wel schudden. We hebben hier een stadje, kelders om te parkeren, maar je kan er niet komen, je blijft aan het laveren. Altijd openstaande bruggen en openbroken dikken, en ik aan de blaasterlopers, op ik een blaasstuk te lieken. Het had nooit wat geweest, het zal nooit wat worden, als stille wat geboren bent, kast het wel schudden. Een hele scheve toren, een armoedig gezicht, maar het schijnt zo te horen. Het is het symbool voor complete mislukking, maar dan moest al niet denken dat ik weer dat die omging. Want het had nooit wat beest, het zal nooit wat worden, als stille wat geboren beest, kanst het wel schudden. Hele hoge gebouwen, maar ik zou er niet in wonen willen. Ze binnen niet te vertrouwen. Voort je denk ik er ook eventjes op mijn balkon een sigaretje. Leer je tussen het puin onder je fletje. Het had nooit wat geweest, het zal nooit wat worden. Als stille wat geboren bent, kanst het wel schudden. Festiviteiten, we zullen op een kaart, dat we met de publiciteit. Maar je hoeft niet altijd hard te roepen en te razen, want het lukt ons zo wel gewoon. Twee Sinterklaasen, het had nooit wat geweest, het zal nooit wat worden, als stille wat geboren bent, kast het wel schudden. Wat zei ze nog één compleetje? Wat voor compleetje zouden we doen? Cambuur. Ze zijn nou voor het eerst echt kampioen geworden. Hè? Ze hebben nog nooit een prijs gewonnen. Nee, nou voor het eerst. Dus dit compleetje moet er heel goed nou. We hebben in ons stadje een mooi voetbalclubje, maar ze winnen nooit geen prijs. En zeker geen cupje, er moet allemaal geld bij, het is niet te betalen. Nou, ik zal die wel zeggen, bij mij valt niks te halen. Want ik ben nooit wat geweest, ik zal nooit wat worden. Ik ben heel wat geworden, ik kan het wel schudden. Het had nooit wat geweest, het zal nooit wat worden. Als stille wat geboren bent, kanst het wel schudden. Het had nooit wat geweest, het zal nooit wat worden. Als stille wat geboren bent, allerlaatste keer. Het had nooit wat geweest, het zal nooit wat worden. Als stille wat geboren bent. Nou, wat zei ze ervan? In het zien dan? Ja, best goed. Ja. Ook, het tweede nummer van de A-kant. Zo, dat kun je nou zeggen. Het tweede nummer van de A-kant. Nou, komt eraan. Ja.
Wat zoest u doen als ik die ring joeg? Een gouden ring die flink glimt. Een duur en een mooie en nette betellen die toch ze kreeg bij die kleestend. Hou wij ons lot dan in eigen hand en ruit je koor never kwijt. Is het een zegen, is het een zegel en is leefde dan voor altijd. Een baan van goud. Is dat wat het jou hecht en vertrouwt op wie er leefde bouwt? Is het een belofte, misschien vals gehopen, symbolisch of wat is kind? Waar ziek je wij naar, wat willen wij weer en maak het voor eeuwen zus blind? Het kind zomaar wijzen dat je na je zet witte, waar we niet het meer maar koor. Dan is het al te laat, het is vaak net te sturen, daar kun je net altijd voor. Een baan van goud. Is dat wat het jou hecht en vertrouwt op wie er leefde bouwt? Waar dat het wist, keert het mis. Maar ik joeg die de wraad en ik joeg die de hemel als die in mijn vermogen lag. En voor zolang als het wordt, zal ik van die haar al horen elke tel van de dag. Een baan van goud, is dat wat het jou hecht en vertrouwt op wie er leefde bouwt. Een baan van goud, is dat wat het jou hecht en vertrouwt op wie er leefde bouwt. Ja, aan. De nijste van Pieter Wilkens. Ja, hij stiet oors op een cd. Dan ben je een A-kant en een B-kant. Nou, maar hoe heette dit nummer? Een baan van goud. Nou, een baan van goud. Ja, hier de nije van Pieter Wilkens. En die ken ik gewoon pieterwilkens.frl, Hestel, ja, volgens mij. Ja. Nou, tje, dan moet ze daar wijzen. En dan, ja, wil ik die hartelijk bedanken, dat is de wierst. Nou, jij bedankt. En graag die. Ja.